Ruim 300 kinderen van 12 basisscholen uit Heerenveen deden woensdagmiddag mee aan het Crive Court toernooi in Heerenveen. Na de officiële opening deden de kinderen een gezamenlijke warming-up. Ook de Heerenveen-spelers Brian van der Bus en Pelé van Anholt waren aanwezig. Het is de meer dan voetbalweek en daarom staat deze hele week in het teken van sportiviteit en respect. Ook tijdens het Crive Court toernooi werd hier aandacht aan gegeven. Deze dag is heel belangrijk, want die staat ook volledig in het teken van respect en sportiviteit. Dat sluit heel mooi aan de meer dan voetbalweek die ook deze week plaatsvindt. En daar hebben we ook extra aandacht aan besteed met deze kinderen. En ik begrijp dat er ook een prijs aan vast zit. Ja, ze kunnen vandaag een prijs winnen. Het beste jongensteam, het beste meisjesteam en natuurlijk de Fair Play prijs. Nou, de Fair Play prijs hebben we vinden we extra belangrijk. Dus de kinderen die de Fair Play prijs winnen, die winnen ook een meet and greet bij ons op het stadion met een paar spelers. Hoe belangrijk vinden jullie respect op het voetbalveld? Ja, best wel belangrijk, want je kan niet zo'n minuut uitstellen of tegen de scheids. Nou, niet schelden en zo. Dat gebeurt vaak. Voetbal is gewoon een teamsport en je moet elkaar respecteren. Net als Gozer Bejoek, die scheidsrechter die bij je gewoon naast ik op de armbandje af. Maakt mij niet uit of we winnen, maar het gaat erom dat we samen... Ja, gewoon lekker kunnen voetballen. Voetbal is voor ons wel belangrijk met respect. Gewoon goed je best doen. Dan komt het goed. Ja, dan komt het goed. En met respect spelen. Aan het eind van de geslaagde middag ging de overwinning bij de meisjes naar CBS De Burg. De winst bij de jongens was voor de Boy Boys.